Nou, welkom Marijke bij de Wopcast podcast. Dankjewel. En dankjewel dat we het bij jou thuis kunnen doen. Dus ja, heel relaxed. Voordat we beginnen en onderwerp induiken en wat je allemaal doet, vertel kort wie je bent en wat je doet. Nou, ik ben dus Marijke, 32 jaar. Ik ben docent op een hbo. Dat is mijn voornamelijke baan. En ik werk ook nog in de hulpverlening met ex-gedetineerden. Dat is wat werk betreft. En verder, mijn achtergrond is dat ik maatschappelijk werk en dienstverlening heb gestudeerd. En daarna criminologie. Ja. En hoewel ik al ontmoet heb, is dat ik het eigenlijk... ik vroeg jou via Twitter wederom. Dat is een lange lijn van mensen die ik uitnodig via Twitter. Je had iets gepost over IQ en intelligentie. Ik weet even niet precies wat dat was. Maar toen heb ik jou meteen een DM gestuurd. Hey, zou jij iets willen doen over IQ? Want ik ben daar heel erg benieuwd naar. Ja. Toen zei jij de magische woorden dat elke wetenschapper zegt die goed is in zijn vak. Nou, dat is niet mijn expertise, maar dit is mijn expertise. Ja. Weet je nog wat dat was, die test? Wat je toen gepost had? Ja, niet helemaal. Wel, dat ging wel over... Ja, nee, ik geef onder andere een vak psychologie van het denken. En dat ging onder andere over intelligentie in IQ en culturele verschillen tussen IQ en het meten daarvan. Ja. Dat was op basis van een college dat ik die week moest geven. Dan geef ik een soort Twitter-collegetje. En dat was jouw vraag inderdaad. En toen dacht ik, ja, ik weet er wel wat van, maar ik heb hier niet voor gestudeerd. En ja, dat was inderdaad mijn antwoord. Ja. Dus alsof je specialisatie gaat, wat is dat precies? Nou, binnen criminologie heb ik me snel al gefocust en gewoon persoonlijk interesse op straatcultuur. Vind ik heel interessant. Dat is breder dan... wat ik vooral heel interessant vind is identiteit van de straat. Dus dat gaat vooral wat over... Wat maakt nou dat je je zo verhoudt tot de straat als jongen en als meisje? Hoewel ik me vooral focus op mannen en jongens. En wat is de betekenis van het leven eigenlijk? Dus daar heb ik mijn master-scriptie over geschreven. Sindsdien hou ik me ook nog veel wel mee bezig, doordat ik nog steeds werk natuurlijk met de ex-gedetineerden. En ik vind het gewoon een thema waar ik graag over lees, me graag in verdiep. Mm. Graag ook over praat met mijn cliënten. Mm. En op die manier kan ik wel zeggen dat ik wat vanaf weet. En ja, waar is dat vandaan gekomen, die interesse? Ja, vind ik wel een moeilijke vraag eigenlijk. Weet je misschien de eerste keer dat je waarvan je dacht, hoe zit dat? Nou, eigenlijk komt het al dat ik als heel jong meisje al werelden die anders zijn dan de mijne heel interessant vind. Mm. Dus ik wilde al, toen ik maatschappelijk werk ging studeren, wilde ik dat alleen maar studeren zodat ik in de gevangenis kon gaan werken. Dat was een beetje mijn startdroom. Ik heb daar wel stage gelopen. Toen dacht ik, mwah, dat is niet helemaal... Hier komen mensen en die gaan weer en die komen dan weer terug. Dus dat vond ik als hulpverlener minder interessant. Ja. Dus... het is eigenlijk altijd mijn hbo dat ik dacht, mensen die gedetineerd hebben gezeten of gewoon boef zijn, dat vind ik interessant. En het is door de stages tijdens mijn opleiding dat ik dacht, dit vind ik echt heel boeiend, die straatcultuur en gewoon mensen die boef geworden zijn. Ja, dat is een beetje de brede zin van het woord. En door criminologie leerde ik heel veel sociologie en psychologie. Mm. En recht. En vanuit al die perspectieven kan je dan naar dat soort thema's kijken. Ja, dat is zo is het een beetje ontstaan. Maar vooral ook door mijn werkervaring. Ik denk nog meer dan door de studie zelf. En wat is het dan in die wereld, in dat wereldbeeld van die straatmannen en jongens? Mm-hmm. Is het trouwens ook zo dat of een groot deel van de straatcultuur bestaat uit mannen? Ik denk wel grotendeels, ja, ja. Wat is het dan aan hun wereldbeeld waardoor ze in principe dan buiten de maatschappij vallen of er niet helemaal mee in lijn kunnen lopen en daardoor in een situatie komen waar ze ja, de bak in moeten of crimineel worden of boef worden? Ja, bij de straatcultuur staat natuurlijk niet gelijk aan criminaliteit. Mm-hmm. Dat is vooral een beetje een nuance. Dus ik snap heel goed waarom je je verhoudt tot de straat. Hè. Daar vind je soms wat gelijkheid en broederschap en mensen die op een vergelijkbare manier in het leven staan als jij. Dat hoeft niet automatisch allerlei criminaliteit te betekenen. Maar wat maakt dat ze... Dit vind ik dus ook een lastige vraag om te beantwoorden, omdat het een soort dynamiek is, waarbij het best wel onduidelijk is waar dat nu echt begint. Mm. Als ik kijk naar mijn eigen onderzoek, wat natuurlijk al even geleden is hoor, zie je dat die gasten zichzelf heel erg uitsluiten. Denken, ja, fok die samenleving, ze begrijpen me niet.
Dat zie je al heel op vrij jonge leeftijd ontstaan. Dus gewoon niet heel goed mee kunnen komen. Dat is soms op school, maar soms is de straat ook gewoon aantrekkelijker. Dus ze sluiten zichzelf uit. Ze voelen zich ook buitengesloten door de samenleving, even in grote lijnen. En wat je dan vaak ziet, is dat insluiten in een eigen groep. Dus dat is een soort drie componenten waarbij het niet per se duidelijk is waarmee het begint. Mm. Ik zag wel bij die specifieke jongens dat ze echt al heel jong al in aanraking kwamen met politie en internaten zaten. Echt, dan waren ze voor hun 15 hadden ze allemaal al wel uit huis gewoond. Dan wel in een jeugdgevangenis, dan wel in internaat. Dus het begint soms echt al heel jong dat ze zo'n ander leven gaan leiden dan een ander yogi van die leeftijd. Ja, en dat verandert dan in een soort van zelfversterkende prophecy waar ze in geloven, maar ook in een vicieuze cirkel waar ze in vallen, waar je eigenlijk dus steeds minder door de maatschappij geaccepteerd wordt, jezelf steeds daar minder in ziet en tegelijkertijd ook een sterke roep ziet van, ja, dus niet de criminaliteit per se, maar wel de straat van je hoort bij ons of wij zijn er om jou te steunen. En inderdaad, fuck die anderen, wij horen bij elkaar. Ja, het is heel erg, inderdaad, heel erg zichzelf versterkend. Met alle gevolgen van dien. Want het is ook niet per se, en dat viel me toen ook al heel erg op, en dat zie ik bij mijn cliënten ook. Het is natuurlijk niet dat je gedoemd bent te mislukken als je toevallig in een wijk opgroeit of dat er geen andere keuze is. Maar ik weet wel dat ze me ook vertelden van, er zijn wellicht wel keuzes, maar dat ze er dan maar weinig weet van hebben. Ja, en dat ze dan, zeg maar, keuzes om wel normaal te gaan leven. Ze hebben niet altijd voldoende weet van welke richting ze allemaal in kunnen slaan in het leven. Dat heeft iets heel sneus natuurlijk. Ja, dus we hebben het hier over jongens die dus niet zo goed weten hoe ze hun leven moeten leiden. Is dat het dan? Ja, maar ik ga dit niet generaliseren tot elke boef of elke jongen op de straat. Maar wat ik bij die gasten zag, is dat ze gewoon dachten, ja, dat ze niet echt een andere route zagen voor zichzelf. En bedoel je met die gasten waar jij jouw masterscriptie op geschreven hebt? Ja. En hoe ben je aan die scriptie begonnen en hoe heb je zo'n onderzoek gedaan? Ben je gewoon de straat op gegaan en met mensen gaan praten? Of? Nou, ik woonde in de tijd in Amsterdam-Zuidoost, dus dat is de Bijlmer. En daar heb ik eigenlijk één leren kennen. En dat was ook een beetje toevallig. Ja, soms gaat het zo. Ja. En met één leerde meer kennen. Zo is dat toen begonnen. En was het dan een plek waar, of was je dan een persoon waar mensen hun verhaal aan kwijt konden? Ja, ik denk dat dat wel een kwaliteit van mij is. Dat ik heb natuurlijk wel mijn ideeën, oordelen en daar sta ik echt niet boven. Maar in contact gaat het er mij niet om wat Marijke allemaal wel of niet vindt. Dus ik denk dat je met mij goed kan praten zonder dat ik daar van alles van vind. Mm-hmm. En tegelijkertijd weet ik me ook goed te verhouden tot die gasten. En vind ik ook wel goed aansluiting. En dat is ook iets wat ik gewoon heel leuk vind. Dat vind ik in brede zin gewoon leuk. Ik ga graag naar plekken waar mensen zijn die niet op mij lijken. Dat hoeft niet per se allemaal in de criminaliteit te zijn, maar gewoon, ik hou ook gewoon van een beetje gekke werelden. Mm. Dus dat is een beetje een dingetje van mezelf. Ja. En merk je die kwaliteit dan ook terug in je resocialisatiewerk? Daar ben ik sowieso benieuwd naar een paar ervaringen, maar een van de grotere thema's waarin ik in dat vlak in geïnteresseerd ben, is waar we het ook heel kort aan de telefoon hadden, was ik denk dat we het allemaal erover eens kunnen zijn dat we het liefst hebben dat mensen weer de maatschappij in kunnen. De vraag is alleen, wanneer is de cut-off point waarin je eigenlijk moet accepteren van deze persoon gaat dat niet lukken? Mm-hmm. Tenminste, het gaat niet lukken zonder dat wij daar te veel aandacht aan moeten besteden, waardoor het ten koste komt van andere mensen of dingen of whatever. En we moeten accepteren dat dit gewoon een verloren zaak is. Ja. Dus dat als hele thema over dit onderwerp. En dan ook een stuk over gewoon hoe werkt dat? Wat zijn een beetje de ervaringen wanneer je met zo iemand te maken hebt? Ja, nou, het is een beetje een klassieke onderverdeling als we het hebben over gevangenispopulatie. Maar dan gebruik ik nu even het woord de boevenpopulatie. Ze maken de verdeling natuurlijk wel eens tussen mad, bad en sad. En waarbij een groot gedeelte, zeg maar, sad als achtergrond heeft. Dus ook vooral door de situatie, niet uitsluitende omstandigheden, maar wel bijvoorbeeld opgroeien in bepaalde omstandigheden, wat het lastiger maakt in ieder geval om goed mee te doen.
Je hebt de MAD, dat zijn natuurlijk mensen met echt psychiatrische problematiek. En vanuit dat gedrag en vanuit die stoornissen delicten plegen. En dan heb je een stukje BAD. Want al die laatste twee zijn wel kleinere gedeelten. En BAD zijn gewoon mensen die gewoon wat jij beschrijft nooit gaan doen zoals wij zouden willen dat ze het zouden doen. En gewoon, ja, slecht is dan het woord. Maar gewoon, dat zijn gewoon de echte goede criminelen wat dat betreft. Die kom je dus in de praktijk ook tegen. Alleen weet je dat op voorhand niet altijd. Ja. En ik werk er nu 12 jaar, dus ik kan ze, als ik terugkijk, echt al benoemen bij wat voor gasten het hem nooit gaat worden. Kun je dan een voorbeeld noemen van een moment waarvan je dacht, dit gaat nooit gebeuren? Zonder helemaal op de details in te gaan, zie je soms jongens die nog te veel zich verhouden tot de oude wereld. Dat zie je heel veel overigens. Dat is natuurlijk ook heel iets lastig als je natuurlijk uit detentie kom je bij ons terecht. Daarvoor heb je een delict gepleegd. Dus toen zat je eigenlijk in de wereld van de criminaliteit. Mm. Dan ga je vastzitten voor x aantal jaar en dan kom je bij ons. Dan ben je natuurlijk niet opeens boef af. In je hoofd is nog best wel een mentaliteit van overleven. Van een bias mentaliteit gemaakt. Dat woord gebruiken we wel eens. Dus je kan niet vanaf dag 1 zeggen of iemand het gaat halen of niet. Je ziet alleen een soort een proces waarin de ene meer terechtkomt dan de ander. En je ziet een soort gehaaidheid soms. Waarvan ik wel eens denk, ik denk dat het niet per se heel lang gaat duren voordat jij weer achter de deur zit. En waar zit dat hem in? Dat zit hem in het gevoel, toch wel? Een beetje. Het is gewoon jouw gevoel dan. Ja, ja. Op basis natuurlijk ook wat je leest en meekrijgt van de cliënt. Dat zit hem in de gesprekken die je voert. Het is een soort, ik denk dat ik er wel een soort radar voor ontwikkeld heb, waar dat je dan door hebt van ja, het is leuk met jou, maar voor jou zijn er ook 10 anderen die het misschien wel willen. Mm. Maar het is echt, het is een heel complex iets, want je kan ook zo starten en gaandeweg toch denken, misschien zit er toch wel wat in resocialisatie, snap je? Dus het is, er is natuurlijk geen format voor. Ja. Wat zijn een beetje de stappen dan waar een boef doorheen moet om te resocialiseren? Gewoon heel praktisch moeten ze natuurlijk wel gewoon de klassieke wonen, werken, wijf, of wederhelft dan misschien. is iets wat vaak wordt gebruikt, ook vanuit de reclassering. De wonen, werken is natuurlijk belangrijke aspecten. Als je dat hebt, dan dus een legaal inkomen, een dagritme, bindingen met de samenleving krijg je natuurlijk door middel van werk en een relatie of vriendschappen, geloof, zingeving. Het zijn allemaal thema's waaraan wordt gewerkt. Mm-hmm. Financiën natuurlijk, je ziet veel schulden. Dus dat zijn heel veel praktische punten waar gewoon op geïnvesteerd moet worden. Maar dan ben je er zeker nog niet. En ik persoonlijk is denk ik de mentaliteitsverandering een aspect wat het meeste tijd kost, waar het meeste op geïnvesteerd moet worden. Wat het langste duurt en waar ook de meeste mensen, als ze uitvallen, door uitvallen. En wat is die mentaliteitsswitch die gedaan moet worden? Nou, je ziet vaak in de dat er een soort overlevingsmodus is. En het denken gewoon alleen in het nu. Mm-hmm. Een soort modus van waarbij het heel erg om de persoon zelf gaat. Wat minder rekening wordt gehouden met de ander. En je ziet dat het heel veel erg korte termijn denken is. Heel erg in het vandaag leven. En onze samenleving vraagt natuurlijk wat meer zaaien en dan pas oogsten. En niet gelijk, ik wil iets nu en dus regel ik het nu. Dus ik denk dat die mentaliteit is natuurlijk zoveel gedragsverandering. Wat dat moet, als die mentaliteit veranderd kan worden, dan dat doet natuurlijk heel veel met gedrag. En dat is heel, heel moeilijk. En wat zijn dan de dingen die bijvoorbeeld jij dan als een expert moet doen om te zorgen dat die mentaliteitsverandering überhaupt mogelijk wordt? Ja, dat moeten we dus echt met elkaar. En daar ben ik me echt een marginaal rolletje heb ik daar natuurlijk in. Ook omdat ik niet voltijd werk. Maar wat we met elkaar moeten doen en samen ook met reclassering en samen met soms met psychologen en gewoon de therapie als dat erbij is. Is heel veel geduld hebben. En wat we moeten doen is heel veel het gedrag bespreken. Dit is wat er gebeurt. Wat was het effect? Wat heb je gedaan? Waarom reageer je zoals je hebt gereageerd? Hoe zou je het de volgende keer anders kunnen doen?
successen ook wel, zeg maar, ja, vieren. Maar dat is niet, dat zijn niet de grootste stappen die worden gezet. Dat zijn soms hele kleine inzichten van, misschien moet ik eens oefenen met eerlijk zijn. Ja, of ik heb drugs gebruikt, hè, want bij ons word je ook gecontroleerd op drugs en alcohol. Nou, die uitslagen komen binnen, daar wordt iemand mee geconfronteerd. Soms ontkent hij het. En soms ervaren ze hoe het is als je wel eerlijk bent, wat er dan gebeurt. Dus het zijn soms hele kleine stapjes. En wat gebeurt er dan, als ze eerlijk zijn? Ja, het verschilt echt per casus. Drugsgebruik, dat mag natuurlijk niet. Dus je moet je soms melden weer bij de gevangenis. Moet je niet gelijk vastgezet worden, maar krijg je correctiegesprek. Dat voert een beetje te ver, maar het ligt heel erg aan het traject en aan allerlei randvoorwaarden. Ja, maar dan krijgt hij wel straf, ja, toch? Sancties. Sancties. En wat is het dan dat voor zo iemand kan toch een positief kan voelen als hij toch eerlijk is? Nou, kijk, liegen. Als het echt over urinecontroles gaat, die uitkomsten liegen niet. Dus ja, jij kan wel of niet zeggen dat het zo is. Maar dat is niet zomaar in je urine terechtgekomen. Dus die smoesjes, dat is jammer dat ze dat vaak in moeten zetten. Maar dat is niet alles bepalend, laat ik het zo formuleren. Ja, oké, maar wat ik bedoel is, je gaf aan van soms leren ze van, oh, het is toch niet zo heel erg. Of ze ervaren een ander iets als een keertje eerlijk zijn. Ja. Waardoor ik dacht dat je bedoelde, oh, ze ervaren een positief element van een fout toegeven. Ja. Ik wil echt niet te veel op de casus ingaan, hoor. Maar ja. Wat ik wel ervaren heb is, dat als een cliënt zich moet melden, of als je gewoon oefent met eerlijk zijn. Want kijk, wij zijn ook niet gek, zeg ik dan. Dan zeg ik bijvoorbeeld, ik werk hier al zo lang. Denk je nou dat dit smoesje van jou, dat we dat niet eerder hebben gehoord? Denk je nou echt dat wij dan denken, oh ja, ja, hij zat opeens zat het in zijn urine. En dan door een beetje te confronteren eigenlijk met hun eigen gedrag en het nadenken over wat beweer ik nu eigenlijk, gaan ze wel eens oefenen van, nou oké, het is zo, ik heb een fout gemaakt, laat ik het maar gewoon toegeven en verantwoordelijkheid nemen. En dat is een ervaring die ze dan opdoen. En de gevolgen hoeven niet per se te zijn dat je gelijk in de gevangenis weer belandt. Het is ook gewoon, ja, oefenen met eerlijkheid. Maar vooral, ik maak soms fouten, die maken we ook allemaal. Maar ik neem ook verantwoordelijkheid voor wat ik misdaan heb. En misdaan is dan in dit geval, ik heb een keer gebloot, terwijl dat niet mag. Ja. En misschien leert iemand dan ook van, oh, als ik word niet altijd gepakt als ik mezelf blootgeef of zoiets. Want als je in zo'n overlevingsmodus zit, kan ik me voorstellen dat het ook het idee is. Ja, het is een beetje wij-zij denken vaak. Ja. En soms, ik bedoel, het is niet dat eerlijkheid, het duurt natuurlijk het lang, zeggen we, maar dat er dan geen consequenties aan verbonden zijn. Het is, zo werkt het natuurlijk ook weer niet. Soms heb je het ook maar gewoon te dragen wat je verkeerd hebt gedaan. Ja, laten we wel realistisch blijven. Maar het klinkt een beetje alsof jullie heel, jullie moeten heel geduldig zijn en jullie moeten ook echt willen, jullie willen ook dat die persoon echt weer de wereld in gaat. Dus je bent er wel voor ze, maar je accepteert geen bullshit. Geen gehouden. Nee. Dat kan niet. Nee, en mensen willen nog wel eens denken dat we allemaal die schattige hulpverleners zijn. Nou, kom maar eens even een boosje werken. Kijk hoe schattig je me nog vindt. Ja, dat vind ik ook zo'n irritant opvatting over de mensen die met deze doelgroep moeten werken. Daar moet je keihard voor zijn. Mm. Natuurlijk mag je wel een lief mens zijn en betrokken en denken, oh, ik geloof in jou, maar de realiteit is ook gewoon dat je te maken hebt met geldpartijen, met fysiek, dat wat minder, maar in ieder geval verbale agressie. En ja, daar kom je er niet alleen met heel lief zijn en naïef. Het is heel hard werk soms. Ja, ja. En de realiteit is ook soms bitter. Maar ja, als je er niet mee in geloof moet je het werk natuurlijk niet doen. Ja. Cool. Ik kan me ook voorstellen dat het echt ook enorm interessant is om in de mindset van een persoon te duiken die er niet om schroomt om eigenlijk alles te manipuleren of te doen wat ik denk dat... Ik heb nog een serie Netflix Mindhunter, ik weet niet of je dat kent. Mm-hmm. Daar had ik eigenlijk heel graag meer willen zien van de moordenaar zelf, omdat die... Eigenlijk allemaal volgens mij één ding wel gemeen hadden. Volgens mij, en ik denk dat je dat al vaker ook ziet. Hun slachtoffers hebben het verdiend, wordt vaak gezegd.
En dat is wel interessant wat ik vind. Ik weet niet of je dat terugziet in jouw werk. Nou, dit is natuurlijk een serie. Bullies doen dat ook. Of ja, bullies, pestkoppen. Yeah. Geven dat ook heel vaak aan als, voor zover ik weet, als rechtvaardiging voor wat ze doen. Ja. Iemand verdient het om zo behandeld te worden als hij zich zo gedraagt. Nou, daar heb je in de criminologie ook wel gewoon interessante theorieën over. Namelijk neutralisatietechnieken. Dat is wat ze natuurlijk doen. En dat één daarvan is zeg maar of gewoon het ontkennen van slachtoffer. Of de schuld bij het slachtoffer leggen. Of als ik het niet doe, doen anderen het wel. Dat is vaak met mensen die drugs verkopen. Mm. Ja, hij heeft het toch nodig. Ik ben alleen maar de leverancier. Dus dat neutraliseren van gedrag, even los van die heftige voorbeelden die jij gebruikt. Ja. Dat is, vind ik wel boef-eigen. Ja. Maar eigenlijk, en dat vind ik ook wel interessant, is het mens-eigen. Ja, dat want wat doen we? Neutraliseren alles wat we eigenlijk niet hadden moeten doen. Of dat het nou dat ene wijntje is, of toch door rood fietsen. Of overal denken, joh, maar ja, het kan net. En dat vind ik dus het interessante van menselijk gedrag. Er zijn regels, er zijn afspraken, dingen die niet mogen. En heel vaak neutraliseren we onze eigen fouten. Anders kunnen we het natuurlijk ook niet doen. Ja, we zien het ook heel vaak in debatten. Als mijn politieke tegenstander iets overkomt wat niet kosher is, dan zeg ik, nou, had hij maar niet zo gemeen moeten zijn tegen die personen. Zoiets. En andersom zeg ik dat het helemaal niet kan. Dus ja, dat neutralisatietechniek noemde je het? Neutralisatie, ja. Yeah. Komt denk ik inderdaad vaker voor dan alleen maar de mensen waar jij mee zou moeten werken. Ja, en die zijn er weer succesvol in. Maar ik vind het ook wel, want ik vind het ook wel interessant onderwerpen. Ook om met hen daarover te hebben. Omdat het natuurlijk, je kan dus heel veel goed praten. Terwijl het natuurlijk gewoon onwijs fout is. Mm-hmm. Welk delict ook. Dat hoeft heus niet de meest extreme te zijn. Maar ook die, het is een vorm van rationalisatie. Hè, dat je er ook een beetje met jezelf kan leven. Maar dat is natuurlijk wel een onderwerp van gesprek. Van wat jij hebt gedaan, is dat wel hoe je er tegenaan kijkt. Maar je snapt ook dat dat niet over één nacht ijs gaat. Dat is heel veel bewustwording. Stilstaan bij het feit dat je soms slachtoffers hebt. En ja, dat zijn thema's die je niet vanaf dag één soms kan bespreken. Daar moet je natuurlijk weer eerst een relatie voor hebben. En ik zeg ook niet dat ze allemaal tot die inzichten komen. Hoor. Ja. Want het is vaak heel veel eigen belang. En ze zeer veel, helemaal niet veel rekening houden met slachtoffer. Of dat daar ook heel veel negatieve gevolgen aan vastzitten. Ja. Hoe ga je om met mensen die... want er zijn een aantal ideeën over hoe we omgaan met criminelen. Mm-hmm. En wanneer we ze berechten. Ene idee zegt, nou, ze moeten gewoon gestraft worden. Dat is het. Ze hebben iets gedaan en ze moeten een prijs betalen voor wat ze gedaan hebben. Het liefst zo zwaar mogelijk. Ja. En om iets te voorkomen moeten we vaak ook dus de straf verzwaren. Wat volgens mij ook helemaal niet klopt. Tenminste niet uit wetenschappelijk onderzoek uit voortgekomen is. En er is nog een andere denkwijze. Het zijn volgens mij wel meerdere rechtvaardigingen. Maar volgens mij de hele andere is meer een soort van quarantaine idee. Van iemand heeft een daad gepleegd. We weten niet zeker of dat nog een keer gaat gebeuren. Of het is gevaarlijk dat hij het nog een keer gaat doen. Dus we moeten hem voor die tijd uitschakelen. In quarantaine zetten met onschadelijk maken. Onschadelijk maken. Precies. En we moeten er alles aan doen om te zorgen dat hij zo goed mogelijk weer de maatschappij in kan komen. Ja. Dat zijn ze wel, ja. Onze strafdoelen. Ja, de meeste. Ik heb het idee. Ik weet niet zeker. Ik heb het idee dat de meeste mensen aan de strafkant zitten. Maar dat kan natuurlijk ook mijn kleur zijn. Ja, ik durf daar geen uitspraken over te doen. Ja. Dat zou je moeten meten. Dat heb ik niet gedaan. Maar we hebben in Nederland natuurlijk vergeldingstheorieën. En dat betekent dat het een combinatie is van beide kanten. Dus deels dient een straf als straf. Dus dat is gericht op het verleden. Jij hebt iets gedaan. Dat vereffenen we door middel van vrijheidsbeneming. Want dat is feitelijk wat er met de gevangenisstraf gebeurt. Dus dat is een vorm van vergelding. Je hebt de boete. Jij hebt zeg maar de maatschappij ontwricht. En door jou daaruit te halen, herstel je dat eigenlijk voor ons als samenleving. Dat is de ene kant. Maar we hebben ook de theorieën. Die zitten allemaal in straf ingesloten. Natuurlijk dat stukje afschrikking zou moeten zijn. Oh ja. Dat is inderdaad maar de vraag. En dat ze ook het niet meer doen. Dus om recidive, dus herhaling van gedrag te voorkomen. Dat is ook een doel van de straf. En door middel van onder andere resocialisatie.
Wat dus niet alleen maar in detentie is, maar daar, dat het idee van straf is dat wel. Ja. Werkt dat het straf zelf om mensen te resocialiseren, dus zonder dat hele traject? Nou, Want ik heb het idee, als je allemaal mensen die buiten de maatschappij vallen bij elkaar in een hokje stopt, dat dat niet echt bevorderlijk is voor iemands beeld van de maatschappij. Nee. Ze noemen natuurlijk wel de Universiteit van de Criminaliteit, de gevangenis. Dus dat is niet voor niks. Nee, dat is op zich een ideale soort LinkedIn in de baai. Is het goed voor je netwerk? Dus ja, kijk, het is geen ja, het is geen nee. Dat zal heel erg persoonsafhankelijk zijn. Er zijn echt wel initiatieven, ook in detentie, waarbij ze in ieder geval voorbereid worden op de terugkomst. Dus daar zitten ook wel programma's. Maar de realiteit is ook dat een lastige plek is om te resocialiseren. Door gewoon de verhoudingen in de gevangenis, de hiërarchie in de gevangenis, ook die overleven. Ik sprak recent nog een cliënt die zegt, ja, ik deed altijd de gordijnen dicht in mijn cel, want buitenwereld bestaat gewoon niet. Mm. Want dat is de enige manier voor mij om die tijd uit te zitten. Ja, dan kan je hem wel heel erg willen voorbereiden. Maar hij is gewoon bezig met, ik zit mijn tijd uit, tuchten noemt hij het. En dan zien we wel weer verder. Dus ja, helpt het? Ik denk dat er zat zijn die denken, nou dit nooit weer. Mm. Of dat dan ook maakt dat ze ook nooit meer een delict plegen, is natuurlijk niet zo. Want het recidief is erg hoog. Wat doet dat met een persoon om 10 jaar in een cel te zitten? Dat vind ik wel interessant trouwens. Wat je zegt over die persoon die zichzelf gewoon afsloot. Ik weet niet hoe lang die in een cel heeft gezeten. Maar sommige mensen zitten 10 jaar letterlijk in een blok afgesloten van de samenleving. Alhoewel volgens mij dat tegenwoordig niet meer helemaal het geval is. Want je hebt internet, toegang tot het internet, geloof ik. Nou, nee, niet vrij. Tenzij ze natuurlijk iets op cel hebben. Ja. Ja, en dat gebeurt natuurlijk ook. Dat gebeurt natuurlijk ook. Maar heb je daar iets over wat je zou kunnen vertellen? Over wat dat doet met de psychologie van een mens om 10 jaar lang in een blok te zitten? Ja, heb ik zeg maar en praktijkvoorbeelden wel van. Even los van die 10 jaar gewoon. Ja. Want dat is vrij lange straf. Hè? En ook theoretisch wel wat antwoorden op. Vanuit de theorie of vanuit de criminologie zie je natuurlijk detentieschade. Mm. Dus dan eigenlijk gaan mensen heel erg institutionaliseren. Ofwel, ja, er wordt zoveel, zeg maar, vrijheid natuurlijk ontnomen. En dat is allemaal legitiem. Maar ook keuzevrijheden. Dus ze passen zich heel erg aan het systeem van de gevangenis. Dus dat levert soms dus detentieschade op. Met gewoon... Ja, veel impact op zelfbeeld, op zelfvertrouwen, op het gevoel controle te hebben over het leven. Mm. Dat is wat dat doet. In de praktijk, ja kijk, als zodra ze bij ons komen of op mijn werk, dan, je hebt wel eens gasten die zo lang weg zijn geweest, zo gezegd, dat je amper weet wat voor telefoons er nu zijn. Of is de samenleving heel erg veranderd? Die verandert natuurlijk sowieso heel snel. Ik denk vooral dat in de bias er heel veel wantrouwen wordt versterkt. En dat is waar wij als hulpverlening mee moeten dealen. Maar ook dit kan ik niet op elke ex-gedetineerde plakken. Ja, ja, ja. Ja. Dus ik zie vooral een soort wij-zij mentaliteit. Gisteren noemde een cliënt nog de leiding. Ik zeg, we zijn hier geen kamp. Maar gewoon een soort van, gewoon zo'n, ja, heel erg wij-zij en... wantrouwen. Niet dat de ander is niet gauw oké. Terwijl je eigenlijk natuurlijk wil dat dat wel zo is. Dat wel het geval is, dat een gezond vertrouwen ontstaat. Maar dat is een ideaal. Dat is zeker niet de realiteit. Interessant. We hadden ook nog over die zwaardere straffen. Mm-hmm. De laatste paar weken, een paar weken geleden waren er een aantal berichten en talkshows over wapenbezit bij jongeren. En dat steeds groter wordt en meer wordt. Nou, ik ben benieuwd of dat het geval is. En over een aantal initiatieven om dat tegen te gaan. 1 was zwaarder straffen. En 2 was de uitkering van ouders, volgens mij, inkorten. Ik begrijp niet hoe dat kan werken. Ik ook niet. Nee, maar uit wat voor theorie komt het dat het helpt om ouders die wellicht geen weinig controle over hun kinderen hebben, of kinderen die überhaupt al heel waarschijnlijk zover al door zijn, dus dat ze messen op zak nemen en zich wanen in een wereld waarin ze zichzelf moeten verdedigen, mm-hmm. Dus inderdaad in die overlevingsmodus al zitten, dat helpt om die dus misschien ook al zelfs een wantrouwen naar de maatschappij,
dat het dus helpt om als maatschappij hun ouders te straffen? Nou, kijk, ik ken de plannen. De onderbouwing ontbreekt vaak. Kijk, wat mensen natuurlijk willen, en dat snap ik, is natuurlijk hopen dat die ouders weer heel veel invloed hebben op het gedrag van een kind. En door zulke soort harde sancties, want dat is het, financiële sancties zijn natuurlijk heftig voor heel veel mensen, dat ze dan natuurlijk de kind bij de lurf gaan grijpen en zeggen, als je door jouw gedrag zitten wij nu in een probleem. Dat zal denk ik het idee erachter zijn. Ik betwijfel, maar ook, dit heb ik niet onderzocht, ik betwijfel natuurlijk of dat werkt. Ook zit er een soort van idee achter, denk ik, dat ouders nog heel veel impact op hun kind hebben, terwijl die kinderen natuurlijk jongeren zijn, adolescenten. En wat we weten van adolescenten is dat die zich veel meer verhouden tot hun peers, oftewel hun vrienden, dan tot hun ouders. Dat was voor mij zo, dat is voor die gasten natuurlijk ook zo. Dus ik betwijfel, maar ik wil het verder niet hard maken of dat dan dus inderdaad effectief is. Maar ik snap heus wel, ze willen natuurlijk gewoon meer grip hebben op een zorgelijke ontwikkeling in onze samenleving. Dat is namelijk messenbezit of wapenbezit onder veel te jonge kinderen. Mm-hmm. Überhaupt onder mensen, maar je ziet natuurlijk voorbeelden in het nieuws van echt 12, 13, 14-jarigen die ergens een mes vandaan halen. Ik snap die zorg wel. En ik snap ook dat er op allerlei manieren over na wordt gedacht. Ja. Maar ik betwijfel of dat de manier is. Zijn er voorbeelden van andere landen die het wel geprobeerd hebben op een andere manier, wat in een soortgelijke situatie, wat duidelijk gewerkt heeft? Nou, maar dat gaat dan even niet over ouders hoor. Maar ik zeg niet dat het niet is. Nee, sorry. Okay. Niet of ze dit maatregel gebruikt hebben, maar maatregelen gebruikt hebben om wapenbezit onder jongeren te verminderen? Nou, kijk, als we het specifiek over die drillrap en over messenbezit, dat is natuurlijk ontstaan in Chicago en in gewoon de slechtere wijken van zo'n grote stad. Mm-hmm. Dat is in Londen natuurlijk ook, is dat ook heel veel aan de hand. En we hebben dat nu dus ook. Wat ik een heel mooi, ik heb er veel over gelezen, ook in Chicago, is dat ze dan, zij zien eigenlijk daar geweld als een soort gezondheidsprobleem. En met geweld creëer je geweld natuurlijk. Dus dat verklaart ook waarom bijvoorbeeld in de ene wijk dat veel meer is dan de ander. Ja. Want jij begint, een ander reageert daarop, die ander moet daar weer op reageren. En zo krijg je een soort spiraal van geweld. Ik ontbreek je van, ik heb het idee dat je microfoon steeds omlaag aan het gaan is. Zou je hem iets hoger willen zetten? Dit, en hier omhoog. Ja. Oh, hij is steeds aan het switchen. Oké, Chicago. Het is, zij zien het als een gezondheidsprobleem. En die jongeren inderdaad zeggen ook heel vaak, daar wordt dan zeggen, niet per se iedereen. En die jongeren zeggen ook inderdaad heel vaak, ik draag een mes omdat andere mes dragen en mezelf moeten verdedigen. Dus inderdaad, als de een het heeft, dan moet de rest het ook wel doen. Ja. Kijk, dat is iets, dat is zo, gewoon zo sociologisch. Hè? Het ene beïnvloedt het gedrag van de ander en je creëert ook een soort eigen werkelijkheid. Dat zag ik bijvoorbeeld ook bij mijn onderzoek. Maar ik woonde in dezelfde wijk, maar ik voelde mij nooit al veilig in het Zuidoost. Die gasten hadden het gevoel dat het constante oorlog was. Terwijl je bewijs van naast elkaar over straat kan lopen. En dat vond ik dan zo gek. En dan ging ik dat wel uitvragen. En dan was het ook gewoon, voor hen is er een realiteit waarin geweld op de loer ligt. Of dat nou ja, wapengeweld is of wat voor vorm dan ook. En dat moesten zij gevoelsmatig dan verdedigen. Het is een andere tijd. Het is 2014. Maar de dynamiek van... Zat daar een kern van waarheid in? Vind ik moeilijk te zeggen. Ja. Weet je, wat een mooie uitspraak is natuurlijk de bekende. If men define situations as real, they are real in their consequences. Dus als je het maar met elkaar daarin gelooft, dan zie je natuurlijk de realiteit is dat er daadwerkelijk mensen doodgaan. En ik niet in diezelfde wereld. Ja, precies. Want de reden dat ik het ook vraag is, omdat ik moet nou denken aan, ik was een aantal maanden geleden, in de zomer of zoiets, was ik in Napels. En daar praat ik ook met iemand die opgroeide in een wijk waar de Gomorra heel sterk was. Maar die zei van, ik had niks te vrezen. Nee. Want ik hoorde er niet bij. Ja. Dus daarom moest ik daaraan denken van, ja,
Dus ook mezelf zeker niet op één lijn. Nou, maar het kan dus zijn, ja, inderdaad, dat omdat jij niet in die circuit zit, dat je bent dan een burger. Ja. En je hoeft je dus nergens zorgen om te maken. Ja, nou ja, ik denk dat dat wel degelijk, nou, dat weet ik wel zeker, een rol speelt. Natuurlijk onderling tussen bepaalde mensen, groepen, dynamieken, zijn er werkelijkheden die wij niet hebben. Mm. En dat is er eentje is daarvan dat er heel geweld kan zijn en dat de ander bij deze huidige gasten je kan neersteken. En de realiteit is dat we daar natuurlijk ook voorbeelden van hebben. Oh. Dus ja, dat helpt dan natuurlijk niet in je veiligheidsbeleving. Maar ja, veiligheidsbeleving is nogal subjectief. Ja, in deze wijk waar ik woon zullen ook veel mensen zich onveilig voelen, maar ik niet. Ja, waar heeft dat mee te maken? Met heel veel factoren. Mm. Het is ook maar tot wie je verhoudt en wie je belangrijk vindt. En ja, dat zie je op straat natuurlijk veel. Dat groepen natuurlijk elkaar uitdagen. En dan ga je dat heel belangrijk vinden. Ja, daar kunnen we lang of kort over praten. De gevolgen zijn natuurlijk vreselijk. Ja, ja. En wat ik nog over Chicago. Ik vind dat we moeten het niet alleen maar zien als een strafrechtelijk probleem. Zeg maar, als iets wat we keihard moeten aanpakken. Want met messen van de straat halen vind ik prima. En inleveracties en fouilleren. Ja, dat kan allemaal, maar daarmee verander je gedragsdynamieken niet. Preventief fouilleren is geen oplossing? Nee, het gaat me niet. Ja, kijk, als we een. Of je gelooft er niet in? Nou, beperkt. Ja. Ik ben er echt niet zo'n felle tegenstander van. Want ik snap ook dat het signaal alleen al misschien kan bijdragen aan voor mensen van ze doen tenminste wat. Mm-hmm. Maar ook daar dat heeft ook heel veel nadelen. En wat ik mis in de discussie is de aandacht voor. Het gaat alleen maar over wat het op zou kunnen brengen. En elk wapen is er één. Dat is natuurlijk gewoon compleet waar. Maar ook elk uur dat de politie daar besteedt, zijn ze niet ergens anders het aan het besteden. En het is natuurlijk heel erg. Dat fouilleren levert vast wel wapens op. Maar die jongens die staan natuurlijk niet elke keer te wachten met een wapen wanneer ze het weer kunnen afdragen aan de politie. Ja. Die zijn natuurlijk ook wel wijzer dan dat. Ja. Dus ik vind dat daar wel eens wat meer ook naar de kosten gekeken mogen worden. Dat is financieel, dat is tijd. Maar er is bijvoorbeeld ook onderzoek in Engeland naar stop and search. Dat is net iets andere methode hoor. Die doen ook die gaan ook op zoek naar drugs. Dat hebben wij natuurlijk minder. Maar de effecten voor de onderlinge verhoudingen tussen politie, of overheid en die wijken, het heeft daar negatief effect op. Het wantrouwen naar de overheid groeit daardoor. Dat is een keuze. Ik zeg eigenlijk, dus moet je het wel of niet doen. Want ik snap ook echt wel waarom je het wel zou doen. En leidt die wantrouwen dan ook tot meer criminaliteit? Dat ga ik niet durven zeggen. Nee, okay. Nee. Ja. Nee, maar ik vind het wel eens jammer hoe daar zo simpel over gedacht wordt. Ja. Maar ik vraag me altijd af, hoe zien ze de mensen die er zo voorstander voor zijn, hoe zie je dat voor je? Dat op elke hoek een agent staat? Of gewoon de realiteit lijkt me zo interessant. Ja. Nogmaals, ik ben niet tegen. En je hoort natuurlijk ook moeders in die wijken zeggen, ja, ga dat dan doen. En denk ik, als die vrouwen zich dan misschien veiliger voelen, of ouders in het algemeen, is dat natuurlijk ook winst. Maar laten we niet de kosten en wat het dus allemaal, wat het dus kost, negeren. We hebben inderdaad een beperkte aantal resources. En je kan misschien wel inderdaad een agent op elke wijk zetten, maar wat mis je dan? Wat kun je dan niet doen? Dat is denk ik de vraag die je wilt stellen. Waar kun je het beste je beperkte resources aan besteden? Ja, het lijkt net soms alsof we een soort onbeperkte politiekorps hebben. En dat is natuurlijk onzin. Ja. Dat weten we maar als het goed. Maar goed, ik ga niet over politieuren. Dus als dit besluit is, dan prima. Maar wat ik zeg, als je er alleen zo strafrechtelijk naar kijkt, of vooral vanuit repressie en aanpakken, en dan mis je wel heel erg het stuk van gedragsproblematiek en van het elkaar aansteken en van dat soort destructief gedrag zou doorbroken moeten worden. En dat ga je niet doorbreken met heel hard aanpakken. Wat zou je dan graag willen zien op dat vlak? Nou, er gebeurt gelukkig al wel een hoop op dat vlak. Ja.
Als ik bijvoorbeeld kijk naar het voorbeeld in Chicago, hoe ze dan bijvoorbeeld violence interrupters. Ja. Misschien is het goed om dat voorbeeld in Chicago gewoon even wat uit te leggen. Want als dat een goed voorbeeld is van hoe ze dat aangepakt hebben daar. Nou kijk, de Chicago staat nog steeds bol van de criminaliteit en liquidaties en moorden en wat al niet meer. Dus er is helaas niet zomaar een oplossing. Maar wat ze in Chicago specifiek met die messen of met geweld, doen, is in bepaalde wijken ook vooral die credible messengers inzetten. Dus dat zijn mensen die wereld begrijpen, misschien daarvan deelgenoot zijn geweest, ja. Dat hebben losgelaten en in die rol meer rolmodel kunnen zijn dan ik of een ander. Ja. Maar goed, die kunnen heel erg, zeg maar, ook cognitief bezig gaan met die gasten over wat de gevolgen zijn, het spiegelen van gedrag, maar ook het begrijpen van gedrag. Alleen kijk, daar zitten ook heel veel nadelen of keerzijden aan. Want mensen inzetten die de straat kennen, kunnen ook, die snappen het soms misschien iets te goed. En dat is natuurlijk een risico. Dat is, wat zou dat voor gevaar kunnen opleveren? Dat ze het gaan naar hun eigen hand gaan zetten? Nou, kijk, je incredible messenger. Double agents. Ja, nou ja. Er zit gewoon een keerzijde in van rolmodellen. Namelijk, die snappen het soms nog te goed. Zijn die voldoende los van de straat? En als je dan weer helemaal los daarvan bent, hebben ze dan nog wel genoeg credibility? Snap je? Dat is een soort moreel probleem waar ik natuurlijk het antwoord ook niet op heb. Maar je hebt natuurlijk wel heel goede mensen op straat die toegang hebben. Het is alleen heel veel investering. Je hebt daar goede wijkagenten als je kijkt even naar onze situatie. Want we moeten ons echt niet vergelijken met Amerikaanse stedelijke problematiek. Het blijft investeren naast de aanpak die er gewoon is. Want nogmaals, ik vind dat echt prima om daar ook gewoon flink op in te zetten en ook gewoon politie en justitie en wat al niet meer, alleen om echt straatdynamieken te doorbreken. En misschien, de vraag is dat goed te doorbreken? Ja. Want ik bedoel, criminaliteit is van alle tijden. Waarom zouden we dan nu denken dat het wel even allemaal veranderen kan? Ja, ja. Ja, dat is inderdaad ook een vraag, hè? Want wellicht heb je altijd een onderwereld en heb je altijd partijen of dynamieken die zich in een bepaalde vacuüm kunnen bewegen om at-risk jongeren dan op te vangen en mee te nemen. En ik denk dat als je geen totalitaire staat hebt, ga je nooit iedereen een plek kunnen geven. Nee. Dus ik denk dat, zeg maar, Dat willen dat niemand in de criminaliteit vervalt, of dat we iedereen kunnen oppakken die in de criminaliteit vervalt, dat gaat natuurlijk niet. Nee. Wat natuurlijk niet wil wegnemen dat er situaties kunnen ontstaan die onhoudbaar worden. Mm-hmm. En de vraag is, zijn we in zo'n situatie? Dat beeld wordt een beetje gewekt, maar ja. is dat het geval? Nee. Of nee? Nou ja, ik ook dit ben ik voorzichtig over wat ik erover zeg. Weet je, je ziet zorgelijke ontwikkelingen. Of dat dan gelijk een trend is, is nog wel een ander verhaal. Recent bijvoorbeeld stond er in enige Amsterdamse krant over dat er een verdubbeling was van minderjarigen die betrokken waren bij volgens mij geweldsincidenten met wapen. En de cijfers waren, als ik me niet vergis, van 11 tot 19. Mm. Van 2018 naar 2019. Dus in 2018 waren het er 11 en het jaar erna 19. Ja, dat is inderdaad bijna een verdubbeling. Maar dat zijn dan toch, snap je wat ik bedoel? Het is ook maar hoe je het nieuws brengt soms, denk ik. Ja, maar dat is een verdubbeling. Maar is dat dan niet zorgelijk? Maar of als je punt dat nog geen trend is? Nee, je kan er en kan op twee jaar kan je niet een trend concluderen. En een verdubbeling, dan lijkt het of we overspoeld worden door minderjarigen in geweldsincidenten. Maar het zijn er 19. Dat is veel, maar het zijn ook weer niet 19.000. Ik vind soms dat er... Het zijn 19 jongeren. 19 incidenten. Oh, het is van 11 naar 19 incidenten. Ja. Ik dacht, het zijn jongens tussen 11 en 19. Nee, Nee, het zijn minderjarigen, dat wel. Oké, het zijn... Ja, dus de absolute getallen zijn wat... Ja, dat het zijn 11 incidenten naar 19 incidenten. Precies. Oké. Dat is erg. Het zijn er 8 meer. Precies, dat is bijna een verdubbeling. Maar welke taal gebruik je? En dat zie je natuurlijk wel eens wat er gebeurt. En ik vind het altijd een beetje riskant om hier wat over te zeggen. Omdat mensen kunnen denken dat je het dan dus weer bagatelliseert. Mm-hmm. Maar dat is niet zo. Maar we moeten er ook
hoefde ook niet overal, zeg maar, enorme hysterie aan te koppelen. Ja. Dat is wat je wel ziet. Even los van dit voorbeeld, zie je dat dit soort thema's met heel veel hysterie worden benaderd. Ja. En dat vind ik niet altijd nodig, ja. Ik het zo zeggen. Ja. Ik moet ook, nu je het over hysterie hebt, moet ik denken aan drillrap. En dat wordt opgevoerd als vaak als een reden waarom kinderen messen gaan halen en zichzelf daar een plunder. Eén leg automatisch tot het ander. Ja, wat? Nee, nog keer? Natuurlijk niet. Nee, ja. Oh, ja. Ja, kausaalverband wordt er wel eens beweerd. Ja. Ja, het doet me een beetje aan denken aan jaren 90 gangsterrap, die ook schuldig zou zijn aan alle criminaliteit. Ik weet het niet. Videogames die ervoor zouden zorgen dat kinderen elkaar vermoorden. Is er enig verband te trekken op drillrap en die 8 extra incidenten? Nee, laten we het niet. Ik moet er zeker niet cynisch over gaan doen. Hè. Ik wil even los van die getallen, want ik ken heel de zaken niet. Ook die van die 19, ik weet niet wie dat zijn, wat de zaken waren. Kijk, natuurlijk kan je niet zeggen dat muziek leidt tot meer geweld. Dat zou natuurlijk een rare verband zijn. Misschien zijn er correlaties. Hè. Heeft het een wel degelijk invloed op het ander? Wat wel de zorg is meer ten opzichte van de jaren 90, is natuurlijk social media. Mm-hmm. Dus het wordt heel versterkt. En social media, of laat zeggen gewoon clips, of nou ja, hoe ze zich ook presenteren, dat kan het gedrag heel versterken. En dat is denk ik wel een zorgelijke ontwikkeling, wat dat betreft. Dus dat is meer dan vroeger. Het publiek is veel groter. Mm. Vroeger, maar dan zou dus drillrap wel de aanleiding kunnen zijn? Ja, maar ik denk dat je ook wel dat jongens zijn die zich al verhouden vaak tot een bepaalde scene, waarbij drillrap er dan bij is gekomen. Hmm. Misschien al in een bepaalde status zitten. Dus het is nooit één factor die maakt dat iemand een delict doet. Het is niet zo dat een enkel delict. Ja, het is niet zoals dat drillrappers gaan verbieden dat dan de incidenten verminderd worden. Dat vond ik zo stom. Ja. Je kan toch al in tijd van internet kan je toch niet iets denken, kan je toch niet de illusie hebben dat je drillrap zou moeten kunnen verbieden? Dan propt het toch wel weer ergens anders op. Maar goed, ik vind wel, hè, we moeten het niet, dat gebeurt ook echt niet, hè, negeren wat de zorgelijke ontwikkelingen zijn. En wordt door andere criminologen onderzoek ook nagedaan hoe dat nou wel samenhangt. En drillrap is op zich maar een vorm. En misschien heet het over een paar jaar is er alweer een nieuwe stroming. Ja. Het gevaar, zeg maar, van dat online is zo'n groot podium met veel meer publiek, veel meer dan vroeger. En als Henkie Pietje bedreigt, dat was vroeger tussen twee personen. Maar als ik nu jou bedreig op Instagram of op Twitter, dan zien al mijn volgers dat ik dat doe. Ja. Ja, en als mijn volgers denken, hè, dit is spanning, dit is sensatie, want vaak zijn die volgers helemaal niet zo. Ja. Die hoeven helemaal niet per se in die scene te zitten. Maar die zien een soort beef, hè, een soort ruzie ontstaan. Een beetje ramptoerisme. Ja, dat zit er echt wel in hoor. En dan denk jij, ja, oké, shit, ik moet er hier wel op reageren. En dat zijn dynamieken waar en heel veel onderzoek naar gedaan wordt. Maar ook wat terecht natuurlijk een zorg is voor jongere werkers. En ook beleidsmakers. En hoe speel je daar nou goed op in? Dus ik wil er ook nooit, zeg maar, alleen maar ironisch over praten. Want ik zie die zorgen ook. Alleen, of ik deel die zorgen zelfs. En zijn er ideeën of voorstellen om op een zinvolle manier daarop te reageren of daarmee om te gaan? Ik denk dat er heel erg veel betrokken jongere werkers en andere personen daar al heel veel mee bezig zijn. En er wordt natuurlijk onderzoek naar gedaan. Ik kan nu niet zo 1, 2, 3 zeggen wat er allemaal gebeurt. Maar ik weet gewoon van lopend onderzoek en adviezen ook naar beleidsmakers in deze. Ja. Maar het is altijd, en dat is het nadeel. Of het nadeel, het wordt altijd een beetje als thee drinken gezien. Of als het softe aanpak. Of hè, nooit geholpen en zo. Ja. Maar uiteindelijk, dat is weinig soft aan aanpak. Je hebt altijd strafrecht achter de hand. Moet ook worden ingezet. Als jij natuurlijk een delict pleegt, klaar. Als jij met een mes op zak loopt en wordt afgepakt, ja, word je ook wel of niet daarvoor voor vervolgd. Mm. Dus die kant zit altijd al aan. Maar daarmee verander je nogmaals niet alleen maar gedrag. Daar heb je toch echt wel meer voor nodig. Ja. Als dat is wat we als samenleving willen, zul je daarop moeten blijven inzetten. Ja, inderdaad. En ik snap ook het idee van je moet hard en of soft zijn. Snap ik niet helemaal, want het gaat erom dat je moet doen wat werkt, toch? Precies.
En effectiviteit. Ja, en als dat moet zijn inderdaad dat je iemand 10 jaar lang in een cel moet stoppen, ja, dan moet dat maar. Ja. Maar als je het kan zorgen dat die persoon een goede burger wordt in de maatschappij, sterker nog, ja, als we het gewoon heel plat gaan slaan, dat die productie kan leveren en belasting kan betalen, ja, ik weet niet, volgens mij is dat voor ons allemaal beter. Ja, gewoon los van al het andere, gewoon puur pragmatisch, is het denk ik beter om, als het via een softe aanpak moet, om iemand te helpen dan, of helpen productief te zijn in de maatschappij, dan ze in een cel te stoppen. Want ja, jij betaalt ook voor die cel. Ja, vind ik ook altijd wel grappig. Dat harder aanpakken, whatever harder is ook. Want is 2 jaar dat niet en 4 jaar wel? Of is het pas vanaf 8 jaar hard genoeg? Ik vind dat altijd interessante vragen waar niemand me ooit altijd op weet. Het moet altijd inderdaad gaan over effectief. En soms, we hebben het eerder gehad over die mensen die, ja, op dit moment in ieder geval niet te sturen zijn. Waarbij gewoon detentie is gewoon de plek waar ze horen. Prima. Nee, we hebben ook mensen die heel lang gestraft zijn. Ja, dat soms is dat dan maar. Ja, de oplossing is het niet. Maar het is in ieder geval iemand is voor die tijd onschadelijk gemaakt. Als we die term gebruiken. Mm-hmm. Ja, het is dus altijd best wel veel maatwerk. Ja. Ja. Je kunt niet hele groepen wegzetten van dat is wat het tuig nodig heeft. Ja, ja. We weten van heel veel dingen wat niet werkt. Ja, dan kan je dat wel altijd maar blijven roepen. Maar het is maar wat je wil. Over hele groepen wegzetten. als we het hebben over straatcultuur, dan moet ik toch echt wel denken aan Marokkaanse jongetjes. En dat is natuurlijk gewoon een vooroordeel van mij. Maar ik merk gewoon aan mezelf dat als je zegt straatcultuur, dat ik denk jongetjes met een petje staan op straat te lummelen. Wat natuurlijk, ja, dat is gewoon natuurlijk onzin. Want straatcultuur bestaat uit meer dan alleen maar één cultuur of één identiteit. Mm-hmm. Was de vraag waar ik heen wilde gaan? Oh, ja. Maar in de discussie erover, in het debat erover, is het wel echt een heel sterk, is het tegelijkertijd ook een heel sterk issue. En aan de ene kant zijn er mensen die het heel graag willen gebruiken als een hamer. Van, zeker, zie je wel. Een recent voorbeeld was dat bruiloft in Tilburg wat afgelast was. En Henk Krol wilde heel duidelijk maken dat het een Marokkaans bruiloft was. En dat benoemd moest worden. Dus dat het nu ook een sterk thema is. We moeten het wel benoemen. Ja, heel selectief, maar toch leuk. Ja. Terwijl het stond ook gewoon in het artikel. Dus ik dacht, nou Henk Krol, wat wil je nou? En aan de andere kant, mensen die heel graag willen dat het niet het geval is. Los van de vraag die gesteld wordt of dat zo is of niet. En wat mij interesseert is dat zo? Hebben we te maken met een cultureel probleem? Kunnen we daar überhaupt iets zinnigs over zeggen over informatie die we hebben? En hebben we er wat aan om het te gebruiken? Is het een bruikbaar categorisatie of concept in de bestrijding daarvan? Ja, het is normaal een moeilijke vraag. Ja. Ik denk wel dat die wel belangrijk is om te stellen om te kunnen weten of het zin heeft om het hierover te hebben. Nou, kijk, het is dus geen ja, het is geen nee. Kijk, categorisering, dat helpt natuurlijk, of helpt het, misschien het woord niet. Dat heeft soms wel zin voor registratie of een beetje inzicht te krijgen in hoe groepen verdeeld zijn. Dus dat is heus niet per se helemaal verkeerd. Waar alleen het gevaar in zit, is dat er allerlei conclusies worden verbonden aan het zijn van Marokkaan of welke etniciteit ook. Dat er zeg maar weer causale verbanden worden getrokken die je niet kan trekken. En dat is natuurlijk het vermoeiende vaak. Dat de Marokkanen dus zich weer op bruiloften niet houden aan alle afspraken. Dat is wat je dan krijgt. En volgens mij zien we alle groepen op allerlei plekken zich niet houden aan de afspraken. Dus heeft dat dan zo met afkomst te maken? Nou, dat durf ik te betwijfelen. Nou, dat is natuurlijk gewoon onzin. Maar even los van corona-afspraken. Ben ik niet per se tegen in de categorisatie van specifieke groepen. Alleen is het debat daarover wel een beetje verziekt. En dat vind ik wel het lastige. Kijk, ik vind zoiets als... ik moet even naar het juiste woord zoeken. Maar is het culturele deviantie, hè? Dat er thuis of binnen bepaalde culturen andere opvattingen zijn over wat goed en wat niet goed is. Mm-hmm. Dat kan wel botsingen geven. En ik heb ook, zie heus wel binnen bepaalde culturele groepen dat daar andere waarden zijn soms. Maar is dat dan specifiek
Is dat dan, heeft dat alles te maken met etniciteit of heeft dat te maken met de gedeelde straatcultuur? Dat is dus zo moeilijk te zeggen dat we niet moeten vervallen in het allemaal in het hokjes proppen van het zijn weer de Marokkanen. Maar wat ik, dat is het denk ik. Dus van mij hoeft het allemaal niet te ontkennen dat onder andere Marokkanen zich verhouden tot straatcultuur, maar niet zo divers als straatcultuur hoor. Daar zitten echt alle smaken tussen. Ja. Maar ja, ik bedoel, ik woon hier in Amsterdam-West. Dat is een heel andere dynamiek dan in Amsterdam-Zuidoost. Laat ik de vraag op een andere manier zetten. Mm-hmm. Heb ik er wat aan als agent, als reclasseringsofficier? Werker. Om te weten, heb ik er wat aan als ik weet, dat persoon is een Marokkaan of dat persoon is een Antilliaan, dat persoon is een Nederlander. Zelf wel, maar, zijn natuurlijk allemaal Nederlanders, maar een witte Nederlander. Heb ik er wat aan in de bestrijding om te zorgen in de bestrijding van criminaliteit? Weet je wat, er is wel zo'n voorbeeld, volgens mij gebruiken ze dat in Rotterdam wel, dat was dan zo'n zogenaamde Antillianen aanpak, waar ze dan graag. Daar zijn dan bijvoorbeeld bepaalde aspecten, maar daar weet ik de details nu ook even niet van. Waar ze dan wat specifiek bij die gasten zagen waar het dan misging. En dan zetten ze de hulpverlening daar ook op in. Nou, ik ga even een ander voorbeeld nemen. Je kan natuurlijk best wel bepaalde aspecten, bijvoorbeeld mensen inzetten die dat goed begrijpen. Mm-hmm. Net zoals bij politie willen ze natuurlijk ook culturele diversiteit. Daar kan je van alles van vinden, maar het kan soms helpen dat bepaalde mensen beter weten hoe je achter de voordeur komt dan andere mensen. De vraag is, weten Marokkaanse of politiemensen dat beter dan mensen die dat niet zijn? Ik durf daar het antwoord niet op te geven, maar het kan natuurlijk in taal wel helpen wellicht of in omgangsnormen of begrijpen hoe dat er bij zo iemand thuis aan toe gaat of je je schoenen uit moet doen of je mensen aankijkt of je mensen wel of geen hand geeft pre-corona. Dus die informatie kan soms helpen in de bejegening. Het gaat me even niet om de bestrijding, vind ik een heel naar woord. Snap je? Maar in bejegening en omgangsnormen kan het heus helpen dat je wat weet van een cultuur. Ja. Dus in die zin denk ik, interculturele sensitiviteit helpt wel. En dus is het ook handig om te begrijpen hoe je soms mensen moet aanspreken. Ik weet van mezelf, als ik kijk naar mijn eigen doelgroep, maar dat heeft niet alles met, eigenlijk weinig met afkomst te maken, maar meer, sommige jongens kan je wel heel erg publiekelijk gaan shamen, maar dan ga ik ze nooit mee in de juiste richting helpen. Mm-hmm. Kan ik heel dat gedrag heel erg benoemen en een beetje voor gek zetten bijvoorbeeld, of heel erg publiekelijk aanspreken. Ja, maar wat heb ik daaraan als het effect alleen maar agressie is? Ja, dus ja. Dan weet ik, dit soort gasten die nogal een enorme trots hebben, heel veel eer, dan kan ik wel heel erg met mijn bejegening, omdat ik vind dat ze dat maar moeten kunnen leiden. Ja, dan denk ik wel eens, dan moet ik een beetje laveren. Ik vind ook wel dat hij op zijn duur maar een beetje voorbij die trots moet. Maar ja, dat is soms een beetje geven en nemen. Snap je wat ik bedoel? Dus ik vind dat het voordelen heeft om aspecten te begrijpen van bepaalde culturele uitingen. Alleen cultuur is natuurlijk niet etniciteit. Straatcultuur is ook cultuur. Of mm-hmm. Amsterdam-West kent ook een eigen cultuur ten opzichte van Amsterdam-Zuidoost. Ja. Cultuur is zoveel meer dan waar ze het graag over hebben. Ja, ja. En er is ook een ander gevaar bij wat bij dat soort categorisering komt kijken, namelijk stigmatisering, dat kennen we al, dat hoef ik niet denk over uit te wijden. En er ontstaat ook een probleem wanneer je zegt inderdaad van, ja, Marokkanen hebben een criminaliteitsprobleem. Ja. Dat is natuurlijk, dat is gewoon onwaar. Want het is niet zo dat Marokkanen een criminaliteitsprobleem hebben, of dat Antillianen een criminaliteitsprobleem hebben, of dat at-risk, whatever, dat hebben. Het is dat van de personen die in een situatie zitten die wellicht kan, die meer ruimte geeft om te vallen in zo'n in een traject die buiten de maatschappij valt. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Ik kan denk ik beter met het verschil tussen mannen en vrouwen. Mm-hmm. Als je zegt mannen zijn agressiever dan vrouwen. Nou, dat is niet per se waar, want er zijn genoeg vrouwen die agressiever zijn dan mannen.
Maar wat je wel kan zeggen is dat... Meer risicofactoren. Bijvoorbeeld, of dat de mensen die het meest agressief zijn, zijn waarschijnlijk het meest man. Want als je naar de normale afdeling kijkt. En zo zou je ook iets kunnen zeggen daarover, zonder dat je zegt, het is een cultureel probleem. Maar we zien een cluster ontstaan rondom zo'n situatie of zoiets. Ja. Wellicht, ik weet het niet. Nee. En ik weet, dus waarbij je dus wel, ja... Ik snap wel wat je zegt. Ah, mooi, want ik snap het zelf niet. Ja, wel. Dan ga ik jou. Ja, ik probeer ergens heen namelijk te redeneren waar ik niet helemaal weet. Eigenlijk denk ik van, er zijn soms wel zorgen omtrent sommige groepen. Moeten we dat niet kunnen benoemen? De oververtegenwoordiging, hè, altijd het standaard praatje van Marokkaanse jongens, hè, laten we wel helder hebben, in criminaliteitscijfers. Dat is denk ik waar je een beetje heen gaat, toch? Ja, wellicht. Ja, dat sowieso. Maar dus om dat te benoemen zonder te vervallen in de val dat je zegt, het is een Marokkaanse probleem. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, dat zal je mij ook nooit horen zeggen. Weet je wat het is? Ik had het er gisteren nog met Marokkaanse cliënten over. Even kijken hoor. Ik denk wel eens dat er bepaalde dynamieken zijn onderling die maken dat het lastiger is. Of die maken dat misschien criminaliteit soms makkelijker is. Of bijvoorbeeld dat hele verlangen naar materialisme en zo. Dat is wel, vind ik, ook weer meer straatcultuur dan continu dat cultuur. En ik laat me er echt niet in lullen in dat hokje. Nee. Dat is en gewoon al aantoonbaar niet het geval. Dus je kan het allemaal niet herleiden naar etniciteit. Maar ook hier zal je natuurlijk het elkaar versterken. Soms een bepaald gedrag in de wijken waar ik nu woon. Hè, dat zijn de wijken waar dat misschien meer ontstaat. Ook weer gewoon door sociologische verklaringen. Dus ja, dan het een versterkt de ander wellicht. Maar ik zie heus wel eens wat dingen. Denk, dat lijkt me wel onhandig als je dat zo belangrijk vindt. Hè? Mooie spullen willen hebben, dat materialisme. En ik zal het ook niet gauw... Gecombineerd met in een situatie waar criminaliteit dichtbij is. Wellicht, of er risicofactoren zijn. Maar ik zou het ook al lang niet meer gooien op dat standaard. Het is armoede en ze hebben geen andere keuze. Dat is ook een te makkelijk antwoord. Mm-hmm. Het kan een factor zijn. Ook hier geldt er zoveel verklarende factoren op. Risicofactoren en onvoldoende beschermingsfactoren. Want die zijn er ook heus wel. Als je natuurlijk heel veel toezicht thuis hebt en controle en betrokken ouders en die ook meegaan naar school. Of weet je wel, allerlei dingen die belangrijk zijn in opgroeien hier. Dat kan soms maken dat ondanks dat de verleidingen er heel erg zijn, dat jij toch denkt, ja, maar dat is het me niet waard. Mm. En voor een ander die denkt, nou ja, fuck it. Kijken wat dat oplevert. Hè? Mm. Dat is natuurlijk zo persoonsafhankelijk. Maar het lijkt mij soms best wel lastig als er zo'n enorm verlangen is naar status en geld. Nogmaals, ik ga het echt niet ophangen aan de cultuur, maar dat lijkt mij heel erg in de weg zitten om gewoon een braaf leven te leiden soms. Mm. Ik had het er dus met de cliënt over van, ik zeg, ik weet niet hoe het is om superveel geld op zak te hebben. Dus ik ken dat gevoel ook niet van dat verlangen en van, oh, vroeger, toen dit, toen dat. Dat zit hem de rest van zijn leven, althans nu en voorlopig, denk ik nog wel aan de weg. Gewoon het kennen van wat je had, dat nu niet meer hebben. En weten dat je dat voorlopig ook niet meer gaat krijgen. Ja. Maar wel dat verlangen hebben naar in ieder geval uitstralen dat je het gemaakt hebt. En dat is iets wat ik vooral in straat een zorgelijk iets vind. Mm. En masculiniteit is natuurlijk ook echt een factor. Wat je veel, dat ze natuurlijk gewoon een man moeten zijn. Whatever that is. Maar masculiniteit is iets. Dat is ook een soort, vind ik, een soort dwang. Wat denk ik al op straat of in de wijk of al vroeg wordt aangeleerd. Wat betekent dat nou om masculine te zijn? En dat kunnen vrouwen ook zijn. Hè? Dat is natuurlijk niet voorbehouden aan mannen. Maar dat is denk ik een soort van... ik heb daar al een soort theorie over, of hoe je het noemen wil. Het is niet dat ik het allemaal zelf bedenk. Maar ik zie dat masculiniteit, dat verlangen om succesvol te zijn, status te hebben en geld te hebben. En dat in combinatie met, zeg maar, loyaal moeten zijn naar de straat waar je bent opgegroeid. Waar mensen zijn die jou belangrijk vinden. Jij vindt die mensen belangrijk. Mm-hmm. Ik vind dat een soort cocktail waar wat soms vragen om problemen is. Snap je wat ja, ik bedoel? Ja. Ik moet ook wel een beetje denken aan
wanneer je over die man heeft die dan dus enorm veel geld op zak had vroeger. Ik kan me ook voorstellen dat hij zich ook wel... Ja, die voelde, heeft zich toen misschien ook wel heel vrij gevoeld. Alsof ik niet hoef te spelen volgens de regels van de maatschappij. Het lukt mij wel. Ja. En nu moet hij dus spelen volgens de regels. Ja. Maar wat krijg je ervoor terug? Ja. Krijg je er überhaupt voor terug? Ja. Ja. Zo kan het ook aanvoelen. Ja. Hè? Zo van, ik word mijn hele leven wordt mij verteld dat ik naar regels moet luisteren. Dat ik dingen moet doen. Dat ik de regels van deze shoppies moet opvolgen. Die maar, lang niet zoveel verdienen als ik ooit. Die gaan nooit iets gaan verdienen. Ja, ik verdien wat jij verdient in een dag of whatever. En nu moet ik naar jullie regeltjes gaan luisteren. Ja. Nu moet ik met... Er zit ook altijd een soort verzet in naar die stom samenleving. Het is ook altijd, soms is het echt heel kinderachtig hoor. En heel irritant ook om mee te werken. Gewoon verschilligheid. Soms wordt ook wel eens geromantiseerd, of ja, heel vaak geromantiseerd in onze samenleving. Ik bedoel, de bankrovers, hoe heet die nou, die grote drugsbaron, Pablo Escobar. Ik weet niet, ik heb het idee dat heel veel mensen daar echt wel met glinstering in de ogen kijken. Van wauw. Ja, uiteindelijk gaan ze allemaal dood. En uiteindelijk gaan ze allemaal dood. Ja. Ja, dat denk ik dan. Maar zij denken, ja, maar ik ga dat beter doen. Ja. Ja, nee, klopt. Ik vind dat denk ik ook wel... Dat vrije leven. Een jongere werker... Dat weigeren om jou toe te geven aan de regels is ook... Is ook... Ik heb wel eens van een jongere werker gehoord. Die zei eigenlijk dat criminele leven is een soort van... Je hebt een soort van een hond met een oud bot. En dat bot is al lang versleten. Maar er bijt je nog elke dag op. Er zijn de mensen die bij jou terechtkomen. Goed, inderdaad. Het levert ook heel vaak niks op. Maar dat bot laat natuurlijk pas los. Als er een nieuw vers bot is. Ja. Maar een soort normaal leven bieden, dat is natuurlijk dat is niet een heel sappig pot, snap je? En ook als het oude bot ook helemaal niet meer te vreten, weet ik veel wat ze eruit halen. Het inwisselen van iets wat je in ieder geval weet wat je hebt, tot iets waarvan je nog maar zien of het wat wordt. Dat is denk ik een soort transformatie die echt veel kost. En dat is weer waar we het eerder over hadden, die mentaliteitsverandering, maar... Goed, dat oude criminele leven kent echt wel veel keerzijden. Dat alleen al dat vastzit, of zoals die gisteren zei, van altijd op je hoede zijn. Je kan wel al het geld op zak hebben, maar ik kan nooit naar mijn moeder. Weet je wel? Of mijn vriendin zei dat ze me nooit zag. Ja, het levert dus wezenlijk veel op. Het kost ook heel veel. Alleen wat is het alternatief? En hoe bieden we hen een beter alternatief? Ja. Van kijk eens hoe leuk in mijn leven is. Ik verdien ook wat geld per maand. Dat is natuurlijk mijn denkste vriend. Nou, Marijk. Ja, leuk met je huurhuis, driehoog achter. Ik weet niet precies hoe ze denken. Dus het is denk ik vooral dat alternatief is op het eerste gezicht niet altijd aantrekkelijk. Hoewel ze soms heus wel inzien dat op de lange termijn wat oplevert. Maar kun je loslaten dat je niet meer alleen maar vandaag denkt, maar ook over morgen? Ja. Ja, dat is complex. Ja, interessant. Ja, ik noem het graag van overleven naar leven. Daarom, ik ben zo, soms denk ik, ik ben zo blij dat ik dat nooit heb gekend. Die verleidingen of zo. Hè? Want ik kan me voorstellen dat als je eenmaal dat kent, dat het moeilijke achter je laat is. Mm. Hoeveel het je dus ook kost, hè? Want het is inderdaad zo romantisch allemaal niet. Het is vaak hard voor weinig. Want dat zag ik bij mijn onderzoek toen ook. Denk ik, nou, hoeveel geld hebben jullie nou echt op zak? Het is ook heel veel op straat dan. Veel wachten, veel praten over vroeger en hoop op mooie dingen die nog komen. Maar vandaag is vrij marginaal, vrij bitter. Ja. The next big score is always on the... Around the corner. Ja, maar dat is dus echt zo, weet je. En ik kan dat helemaal niet naar iedereen. Je hebt natuurlijk echt wel hele succesvolle, dat zien we heus. En het is ook bizar hoe soms veel te jonge jongens met onwijs veel kilo's ergens worden gepakt. Dus dat verlangen naar dat grote geld lukt ongetwijfeld soms ook. Aan de andere kant ik verbaas me daar ook wel over hoe sommigen van nul naar opeens aan zulke grote stappen weten te zetten. Ja. In de hoop maar natuurlijk succes te hebben en een big ball. Ik denk gewoon veel geld te hebben. Maar ja, over het algemeen is het natuurlijk een beetje armoe.
Hoe zit het met de ethiek van de straat? Want die hebben natuurlijk ook hun eigen ethiek. Zeker. Een van de, denk ik, van de meest spraakmakende is, tenminste, dat ken ik uit op van tv, ik weet niet of het echt zo is, maar dat als in de cel mensen erachter komen dat iemand vast zit voor een zedendelict met een minderjarige, dat hij een heel moeilijk leven krijgt, dat is dus uit een boze, dat de hele straat dat unaniem besloten heeft, dat als er zo iemand tegenkomt, dat we die weet ik, kapot maken of neersteken, ik weet hoe het gaat, maar... Nou, ga ik hierover zeggen. Maar misschien, laten we het gewoon over het algemeen straatethiek. Wat zijn daar een beetje de regels die gelden als je erbij wil horen? Nou ja, goed, dat is dus weer, dat vind ik dus ook wel een interessant thema, even los van de zeden. Maar ik sprak wel eens iemand die dan, ik zeg, stel dat jij weet, hè, een vriend of iemand waar je om geeft is ergens slachtoffer van en jij weet wie dat hebt gedaan. Zou je dat dan zeggen? Dat zou hij dan dus niet doen. En hij kent een crimineel verleden, maar is er al lang, toen was hij er al langer van weg. En toen gingen we het daarover hebben. En dan zit daar dus weer zo die enorme loyaliteit. We in this together. Zo'n gevoel zit daarin. En dat gaat dus breder dan boevengedrag. En dat is denk ik wel een heel belangrijke regel. Gewoon van, goed, we mogen elkaar allemaal wel naar het leven staan. Maar dat is nog altijd, we lossen het zelf wel op. Mm. En dus die loyaliteit is een hele belangrijke. Het is ook heel diffuus. Want naar wie dan? En naar wat dan? En voor geld is ook een hoop... te doorbreken, laat ik het zo voorbeelden. Ja, en we hebben ook heel betrekkelijk. Getuigen of criminelen die overlopen. Nou, LWB is overgelopen. Ja, goed, dat is nog weer inderdaad iets anders. Maar goed, bedoel, snitches get stitches. Dus het is op zich een ingewikkelde positie natuurlijk. Dus het is gewoon dat... dat je in ieder geval loyaal bent. Dat je er samen voor staat. Dat je dat samen doet. En dat vind ik dus ook... Het heeft iets... Maar dat moet ik nou formuleren. Het heeft iets moois, wel even tussen aanhalingstekens, dat je zo loyaal bent, dat je er ook samen staat. Hmm. Het heeft ook zoiets dwingends als je dus maar moet zwijgen. Het gewoon moet doen alsof je het niet hebt gezien. Ik zou wel willen weten wat dat met mensen doet. Hoe leer je die modus aan van, niet mijn probleem. En hoe botst dat dan met je eigen moraal? Maar goed, dat is mij misschien heel erg geleerd. En ik heb dat mooi in onze brave samenleving allemaal kunnen vormgeven. Maar als jouw modus toch niet is op moraal ontwikkelen, ja. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Het is wel een beetje filosofisch, maar... Ja, ja. Als jij nooit geleerd hebt dat... heel simpel, dat de andere schade niet goed is. Ja, maar ik bedoel, al die kinderen worden ook gewoon opgevoed. Weet je wel? En dat vind ik altijd een beetje het nare, dat het wordt weggezet als een onopgevoed tuig of zo. Maar er zitten ook liefdevolle moeders en vaders soms achter. Of het zijn zelf liefdevolle vaders. Precies, en moeders. Je bent natuurlijk niet 24/7 een boef. Ja, hè? En dat is natuurlijk, ook daar kan ik soms mezelf best in herkennen, dat je in de ene rol er anders gedraagt dan in de andere rol. En je heel hard kan zijn naar een bepaalde scene. Ik zag het bijvoorbeeld bij mijn eigen respondenten. Die hadden dan een gang. Dat was dan toen nog heel erg een ding. En voor hun eigen groep wilden ze gewoon dat stoere gedrag, dat imago werd doorgegeven. Dus de nieuwe generatie of de nieuwe aanwas moesten dat leren. Maar in een andere rol wilden ze andere jongeren van die criminaliteit afhouden. Dus een soort rollen kunnen prima voor hen in ieder geval naast elkaar blijven bestaan. Ik noem dat altijd soort part-time rolmodel zijn. En dus zo'n moraal zit in bepaalde rollen, staat die misschien uit. En in een andere rol, als het misschien over lief mensen waar ze van houden, kan die wel weer aangezet worden. Ja, ja. Snap je? Dus het is niet zo eenduidig. Ik probeer het te vergelijken met iets... Een ouder die zelf een verslaving heeft, wil ook niet dat zijn kinderen aan die verslaving... zal misschien nog harder optreden dan andere ouderen bijvoorbeeld. Ja, en ik heb toen ook al die moeders gewoon gesproken. En er zit misschien soms ook wel onwil, onmacht. Sorry, niet onwil, maar onkunde. Maar onwil, dat is niet zo. En ik vind dat ook altijd wel flauw, hè? Dat een soort van norm stellen van... Zo moet iedereen maar zijn. En daar worden al die kinderen niet opgevoed. Ja, dat is... Maar ik heb echt niet alle antwoorden. Ik zou graag dus ook onderzoek willen doen hoe zwaar die loyaliteit... Want toen ik zelf in Zuidoost woonde, zag ik ook
dat heeft ook wederom niks met criminaliteit te maken. Maar dat viel me zo op dat zoveel mensen elkaar gewoon wantrouwen. Mm. Ik heb geleerd dat de ander in eerste instantie wel te vertrouwen is. Hè? Een soort basis van vertrouwen. De mens is wel oké. Ik bedoel, je leert daar wel door schade en schande word je wijs. Maar wat ik daar heel erg zag, gewoon bij allerlei mensen van allerlei generaties, is dat eigenlijk niemand te vertrouwen is. De overheid niet, maar ook de buurman niet. En dat heeft me altijd geboeid van, jeetje, je zou maar altijd het idee kunnen hebben dat een ander je niet letterlijk, maar ja, figuurlijk nog wel een mes in je rug kan steken. Ja, ja, letterlijk. Ja, nou, dat zou ik dat dus niet letterlijk, maar wel figuurlijk zo van, eigenlijk als het erop aankomt, is niemand te vertrouwen. Denk ik, jeetje, het zal maar je waarde bepalen. Ja. Ja, inderdaad, hoe je de wereld beziet. En dat is denk ik, ja. Ja, de vraag is dan, hè, is het terecht? Is dat terecht? Ik weet het niet. Je weet dat ook niet. Nee. Ook, dit is misschien weer de consequenties. Wie weet, maar ja. ik denk ik, gewoon, het ging altijd over roddelen en dat mensen het over elkaar hebben. En denk ik, jeetje, wat heb ik dan toch een veilig opgroeien gehad. Want dat is, ja, maar ik bedoel, roddelen, dat gebeurde misschien op de HAVO 2. Maar ik kan me niet, hè, dat mensen je zo, dat het over, hè, je kent het misschien over haters en over real zijn en fake zijn. Ja. Dat zijn gewoon niet termen waar ik mee ben opgegroeid. Deze is voor mijn haters. Ja. Ja, maar hoe kan je nou, laat ik het niet over oordelen, ja, maar dat is zo'n andere beschouwing van de realiteit. Of, ja. Ik vind dat machtig interessant hoor. Ja. Maar ook lijkt me heel ingewikkeld. Om daarin te leven of om dat te onderzoeken? Nou, zeker allebei, maar om daarin op te groeien, zeg maar, ja, wat ik dan graag dat basis van wantrouwen noem. Of dat dan in de opvoeding zit, of dat vind ik, dat durf ik niet zo te zeggen. Sommige dingen werden mijn respondenten, ik ga dat ook niet groter maken dan hen, wel aangeleerd van, als je wat ziet, dan hou je gewoon je mond en zo. Ja, maar mijn ouders hoefden helemaal überhaupt niet bezig te zijn of ik wat zie. Nee, ja. Ik groeide op in Amersfoort. En dan, ja, super veilig omgeving. Dus dan dat de daar zit zoveel onveiligheid in. Dat is niet criminaliteit, maar gewoon wantrouwen in. Dat is zo anders. Ja, dat dacht ik. Dat wilde ik inderdaad ook zeggen. Want ik denk dat die wantrouwen begint bij een onveilig gevoel. Ja. Bij het gevoel dat je niet zomaar op straat kan lopen bijvoorbeeld. Ja. Of niet zomaar iets kan melden als het gebeurt. Of dat vriendschappen, dat ze duren zo lang als ze duren. Ja. Ja, ja, ik kan me echt mijn vinger er niet op krijgen. Maar ik denk wel, en dan kijk ik wel even specifiek naar Zuidoost. Dat daar ook gewoon, ja, dat er ook gewoon een soort dynamiek onder bepaalde mensen. Ja, ook, kan je ook weer niet groter maken dan, maar gewoon, ja, gewoon teleurstellingen. En misschien ook wel armoede en achterstand. Maar ook het gevoel van er niet bij horen. Dat betekent niet dat je er niet bij mag horen. Mm-hmm. Ik vind dat we als samenleving wel verantwoordelijkheid misschien soms meer moeten dragen dan we nu doen. Van, zeg maar, wat is ons aandeel in het feit dat er heel veel armoede is? Of criminaliteit? Of wat? Maar aan de andere kant zit daar ook een soort verantwoordelijkheid bij de groep zelf. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, dat is denk ik wel ook wel belangrijk om te benoemen. Dat je het gevoel hebt dat je er niet bij hoort. Dat wil niet zeggen dat je er niet bij kan horen. Precies, of überhaupt niet bij hoort. Of überhaupt inderdaad er niet bij hoort. Ik bedoel, en het is ook niet vreemd dat je als puber denkt dat je er niet bij hoort. Hè? Ik bedoel, welke puber denkt nou echt dat hij er echt een veilig gevoel en hier hoor ik bij en dit ben ik. Alleen de meeste pubers leven niet in een omgeving waar ze dan in een gang kunnen vallen of iets dergelijks. Nee, dat is niet eens een optie. Ja, ik vind ook wel, ik gaf vandaag laatst toevallig in een college, en dan ging het over stereotype dreiging. En dat is zeg maar meer de angst dat jij dus als onderdeel van een, laat zeggen, minderheid, dat je dan bang bent dat je aan een bepaald stereotype gaat voldoen. Mm. Dus dat je dan ook, bijvoorbeeld dat voorbeeld in dat boek ging het over meisjes die dan denken, ik kan toch geen wiskunde, want ze denken dat meisjes geen wiskunde kunnen. Dus daar zit iets waar je zelf, ja, ik weet niet direct wat je er zelf aan kan doen, maar dat doe je wel jezelf een beetje aan, snap je? Ja. En ik denk ook wel dat daar, dat mensen misschien bijvoorbeeld al denken, ja, ik gaat mij toch niet lukken. Dus ik snap ook wel de irritatie bij sommige mensen, die noemen dat dan misschien slachtoffergedrag. Dat zou ik dan weer niet zo noemen, maar
Die kan er ook zelf wat van maken. Het blijft een soort moeilijk spanningsveld. Ja, het is een en-en. Je kan niet alleen maar zeggen, oh, je moet, jij moet het zelf doen en je moet zelf maar 100 sollicitaties versturen of whatever. En je kan ook niet zeggen, wij moeten zorgen dat die personen erin komen. En het is helemaal aan ons en die persoon hoeft niet echt aan te veranderen. Het is een en-en. Het is een en-en, denk ik. En dus weer persoonsafhankelijk. En weer persoonsafhankelijk, inderdaad. Ja. Ik denk wel dat het de taak van de... het hangt er ook af over welke instituten je hebt, bijvoorbeeld. Als het over sollicitaties hebben, bijvoorbeeld, is het denk ik wel grotendeels aan de overheid te zorgen dat... hoe noem je dat? Dat bias zoveel mogelijk eruit gefilterd wordt. Of dat er processen gemaakt worden die er zoveel mogelijk uitgefilterd worden. Op andere gevallen, denk ik, als het gaat om scholen, schoolprestaties of iets dergelijks, is het vooral de zaak van de school en de leraar om te zorgen dat kinderen het meeste eruit gaan kunnen halen als ze kunnen halen. Goed, ik ben aan het speculeren. Mm-hmm. Maar om maar te zeggen, het kan nooit zijn van mensen moeten gewoon hun beter hun best doen. Nee. Of wij moeten zorgen dat die zielige personen op hun plek terechtkomen. Ja. Het is een en-en. Je moet mensen weerbaar maken. Ja. Maar je moet ze ook een veilige plek geven waar ze ook die talenten daadwerkelijk kunnen ontwikkelen. Ja. En een plek kunnen vinden in de maatschappij. Ja, en dan moet het thuis ook veilig zijn. En dan moet het thuis ook veilig zijn. Omgeving. En dat denk ik wel. Want we kunnen wel doen alsof iedereen gelijke kansen heeft. Maar dat is natuurlijk gewoon niet waar. Nee. Maar ik gooi het niet. Of dat komt omdat je Marokkaan bent of vrouw bent. Of, weet je, daar zit in heel veel rollen achterstand. Dat kan ook zijn dat je als wit kind... kan je net zo goed in zo'n wijk opgroeien. En dan heb je ook kansenongelijkheid. Ja. Dus we vervallen soms een beetje in de standaarden van categorieën. Ja. Maar dat zit hem ook weer in heel veel factoren. En ja, kansenongelijkheid is natuurlijk wel een gegeven. Als je laatst van de week stond er toch nog een onderzoek in de Volkskrant over. Wat stond erin? Daar stond in dat ook de inkomen van ouders, dus eigenlijk gaat het natuurlijk over sociaal-economische status, ook dus weer heel bepalend is voor wat het kind later zelf gaat verdienen. Natuurlijk geldt dat iets voor iedereen, mm-hmm. maar je kon dus gewoon bewijs van, ik in mijn geval kon dat in Amersfoort gaan opzoeken en dan gewoon gaan kijken hoe bepalend soms waar je geboren bent natuurlijk is voor je rest van je leven. Ja. Daar zit iets ongelijks in. Dan hoeven we niet... Ik denk niet dat je het allemaal gelijk kan trekken, maar we moeten ook niet ontkennen dat er dat we daar één meer voordelen heeft dan de ander. Ja, dat we daar het een ander aan kunnen. Privileges zijn, dat weet ik. Ja, en ik heb ook wel een keer een gesprek gehad met Lex Thijssen, die ook onderzoek gedaan heeft naar ongelijkheid op de arbeidsmarkt, waar ook duidelijk wordt dat niet-witte Nederlanders geboren in Nederland met dezelfde capaciteiten 10-15% minder uitnodiging krijgen voor sollicitaties. Dus het bestaat wel. Het bestaat zeker. En daar moeten dingen aan gedaan worden. Ik twijfel over quota. Vind ik ook moeilijk. Ik zeg niet ja of nee, maar ik twijfel. Ik denk niet dat het een... Ik denk dat het een te cosmetische oplossing is. Ja. Want zelfs als je 50-50 hebt, of 30-30-30 of whatever, volledig gelijk, kan het nog steeds zijn dat in het proces zelf er bias voorkomt. Ja. En dat is eigenlijk wat je wilt oplossen. De bias, niet per se de cosmetische front-end oplossing. Tenminste, vind ik. Ik denk dat heel veel andere mensen dat Ik vind quota, daar voel ik me dan zo ver of deskundig over. Hè, dat ik denk, wat weet ik hier nou van? Ik ervaar zelf ook niet zoveel nadelen van mijn vrouw zijn in mijn carrière. En ik las het toevallig van de week. Ja, ik ga altijd allerlei wetenschappen overlezen. Ik denk, wat vind ik nu eigenlijk? En dan las ik wel dat inderdaad op de lange termijn niet altijd de effecten geeft die zij willen dat het geeft. Mm. Ben het wel heel erg met je eens dat het natuurlijk ook op de arbeidsmarkt gaat vaak mis met die biases. Maar die we allemaal wel hebben. Ja. Weet je wel, we hoeven dat niet... Dat is niet alleen maar gegeven aan mensen in bevoorrechte posities. Zeker. Dat is natuurlijk van het allemaal. Maar als je natuurlijk selectie maakt op mensen die op jou lijken en je hebt een board of een selectieprocedure van vooral mensen, allemaal mannen, dan is daar natuurlijk een kans dat er wat meer, dat er ook een man natuurlijk meer past in het profiel, maar het is zoveel onbewust. Ja. Dus ja, om die impliciete associaties bewust te maken, is natuurlijk één, maar of je daarmee dan vervolgens anders gaat selecteren, dat is nog een tweede. Ja. Ja, en de vraag is ook hoe statistisch representatief kan een board zijn van 10 mensen? Zou je ook de vraag kunnen stellen? Ik heb het ook laatst een onderzoek, dat ging dan weer over politie en impliciete biases in New York, als ik me niet vergis. Gingen ze
die kregen al van die trainingen over die biases. En dan gingen ze meten. Want uiteindelijk heb je daar wel wetenschap voor nodig. Heeft dat dan zin? Gaan ze andere keuzes maken in bijvoorbeeld het profileren? En daar ging het dan over. En dan bleek op de termijn van nu dat ze wel bewust zijn, maar dat het niet heel veel impact had op hun keuzes. Mm-hmm. Ja, en dan is daar weer de kritiek over. Ja, die constante focus op wat er allemaal misgaat. Ja, ik vind dat dus ook wel heel moeilijk. Hè? Kan je dat dan maar trainen? Ik ben me ook wel bewust van mijn biases. Maar als ik dan in een split second een keuze moet maken, wat politie natuurlijk vaak moet, en geen tijd, en je hebt geen minuten de tijd om te denken, ah, is dit nou veilig of niet? Ja, dan hoeveel heeft dan die bewustwording zin? Ja. En dat denk ik met sollicitaties ook, dat het lastig is. Ja. Ik denk dat we daar, zeker lastig. En dus om maar te zeggen, ik weet niet of je het oplost door te zeggen zoveel van zoveel. Ik ook zoveel echt zoveel. En één ding wat ik me ook wel redelijk persoonlijk aanneem is wanneer mensen zeggen, als je in Nederland geboren bent, als jij geen witte Nederlandse man bent, dan loop je 1-0 achter in Nederland. En ik van, waar loop ik dan precies op achter? Op het kunnen behalen van dezelfde loon? Is dat precies waar we ons aan willen afmeten? Het beklimmen van de sociale ladder? Of willen we zorgen dat mensen gewoon een plek kunnen vinden in de maatschappij en een fijn leven kunnen leiden? Dus dan denk ik van ja, moeten we dan echt het verschil op basis van inkomen gaan maken? Is dat echt zo'n belangrijk verschil? Of is het verschil dat iedereen kan zorgen dat hij op een goede plek terechtkomt? Ja. Maar ja, goed. Dat is meer een persoonlijk ding wat ik aanreken. Nee, denk, hoezo loop ik 1-0 achter? Ja. Ik voel niet dat ik 1-0 achter loop. Maar ja, goed. Ja, maar dat is in de rol van een vrouw ook natuurlijk. Ik vind het ook wel een interessant onderwerp hoor. En waar ik het antwoord of precies wat jij hebt. Ik vind wel dat ik evenveel zou moeten kunnen, vind ik dat een keer op. Maar ik snap ook heus wel dat soms ook ligt aan de keuze die een vrouw maakt. Maar ik vind dat dit gaat wel heel erg ver buiten mijn kennis. Ja, klopt. maar ik heb het idee dat we ook al een beetje eigenlijk wel een heel plaatje hebben gehad. Tenzij er nog dingen zijn die je echt belangrijk vindt om te benoemen. Waarvan je denkt, ja, dit moet gewoon nog, hier wil ik het over hebben. Of dit wil ik nog de wereld uitgooien. Nou, ja, bij heel veel wat ik zeg, denk ik, het is dus allemaal gewoon niet zo eenduidig. En gaat het ook nooit worden. En soms denk ik gelukkig maar vooral, je kan zoiets complex nooit vereenvoudigen. Mm-hmm. En daar zal altijd nuance moeten worden aangebracht. En dat vind ik een soort, daar zie ik een soort van, dat vind ik belangrijk om te doen. Zelfs als je een politicus bent die een statement moet laten zien? Nou, daarom vraag ik me alsof af of ik dat ooit zou kunnen worden. En daar een partij van de nuance komt, dan wil ik wel lijsttrekker zijn. Maar goed, dankjewel.